Ik ga geen diplomaten uitzenden die weinig kennis of geen kennis dragen van basale processen als het gaat om diplomatie, zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman is tot nu toe tevreden met de chef de poste. Frankrijk, nee, dat loopt. Er is een proces van selectie, dat is inmiddels gebeurd. En dan nu is er een proces van de administratieve zaken in orde brengen. Het is ook een proces van stage lopen. Het is verplicht. Wie dan ook. Ik ga geen diplomaten uitzenden die weinig of geen kennis dragen van basale processen als het gaat om diplomatie. Want dan heb ik een probleem op termijn. Dus de persoon gaat ingewerkt worden op verschillende afdelingen. Ik wil even op dit moment geen namen noemen. Ik denk dat het circuleert. Maar op dit moment wil ik niet noemen, omdat we, en dit heeft daarmee te maken, we hebben AGREMA aangevraagd. En dat is altijd een stil proces, confidentieel proces. Ik wil de Franse autoriteit ook de gelegenheid geven dat goed te beoordelen. Stel je voor dat ze zeggen, nee, deze persoon is niet geschikt in onze opzichten. Als ik die naam hier zou noemen, dan beschadig je een persoon. Ik wil dat niet doen. We gaan er rustig mee om, maar het proces is gestart. Want Frankrijk is een belangrijk land, zo ziet u in dit geval ook. Het is nodig. Dus we zijn daar. Ik denk dat het voor eind van het jaar nog allemaal plaatsvindt. En de input van de overige ambassadeurs, wat ze tot nu toe betekenen voor Suriname, wat vindt u zelf daarvan? Ik ben tevreden over de meeste, eigenlijk het grootste deel. Ik ben zeer tevreden over de chef de postes, de topdiplomaten. Sommigen hebben wat meer ervaring, maar heel wat van ze doen het goed. Ik ben blij verrast ook hoor, dus wat dat betreft, ik kan het beoordelen, dus ik weet wat ik verwacht van ambassadeur. Sommigen doen het heel goed, Er zijn een paar die uit de dienst komen en van hun verwacht je niet anders. Maar er zijn ook anderen die zeg maar via nominaties van de partijen zijn gekomen. Maar het grootste deel doet het heel goed en ze werken hard. We hebben maandelijks contact via de virtuele means, maar ik heb een aantal nu op missies gesproken. En we hebben verschillende missies gehad in Brazilië, Cuba, Brussel, Parijs. En ik heb absoluut niets te klagen over de chef de postes die we hebben op dit moment.